Dames en heren, allereerst hartelijk welkom bij een nieuwe sessie van Room for Discussion. Mijn naam is Maarten en naast mij zit straks Bob. Wij zijn allebei studenten hier aan de UvA, maar vandaag gaat het niet om ons. Hier op de bank zit Peter Blom en Peter Blom is CEO van de Triodos Bank. En de Triodos Bank is in 2009 uitgeroepen tot de meest duurzame bank ter wereld. En daarnaast zit Esther Mirjam Cent. En Esther Mirjam Cent is hoogleraar economische theorie en beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En tevens Eerste Kamerlid voor de PvdA. En beide zijn ook lid van het Sustainable Finance Lab. Nou, daarover straks meer. En waar wij vandaag benieuwd naar zijn, is hun visie op de huidige financiële sector. Dus een warm applaus voor Peter Blom en Esther Mirjam Cent. Goed, blij dat ik er allebei ben. Maarten gaf het al even aan, het Sustainable Finance Lab. Mevrouw Cent, zou u ons kort kunnen vertellen, wat was het Sustainable Finance Lab precies? Is het Sustainable Finance Lab. Het bestaat nog steeds en is erg actief. Een groep wetenschappers die inzichten uit de wetenschap proberen te vertalen naar beleid. Door echt te kijken naar de oorzaken van die diverse crisis. Met aanbevelingen komen, verbindingen leggen door in gesprek te gaan met banken, verzekeraars, beleidsmakers. En nog steeds heel erg actief. Okay, ja. U heeft het over de crisis. Is dat ook een aanleiding geweest om met het Sustainable Finance Lab te starten? Ja, absoluut. Dat was natuurlijk al lang maken we ons zorgen over duurzaamheid in het algemeen. Maar nu werd de link met de financiële sector nog eens extra duidelijk. En die twee elementen worden heel erg mooi in het Sustainable Finance Lab samengebracht. En komt hier dan ook juist de financiële wereld zelf weer wat dichter bij de wetenschap? Of waar heeft u zich hiermee bemoeid? Nou, ik ben een van de initiatiefnemers, omdat ik merkte in mijn sector, waar ik ook als bankier tussen andere bankiers zit, dat de discussie over de sector zelf eigenlijk niet gevoerd wordt. Er wordt heel veel gepraat over dat banken weer gezond moeten worden, maar tegen welke achtergrond dat moet, welk doel, wat is de rol van banken in de toekomst, die discussie wordt eigenlijk niet gevoerd in de financiële sector. En ik vond eigenlijk ook, als enige niet-wetenschapper, maar goed, wat is wetenschapper tegenwoordig? Zet hem op zijn plek. Daar hebben we het nog over. Vond ik eigenlijk ook dat de wetenschap vrij stil was in de crisis in 2008. Althans, voor mij niet zo hoorbaar. En terwijl ik wel, als ik bilateraal sprak met wetenschappers, ik heel interessante gezichtspunten hoorde en ideeën hoorde. Dus dat was ook het idee, als we ze nou eens bij elkaar brengen en echt als tot gesprekspartner van ook de bankaire sector maken, maar niet alleen de bankaire sector. Misschien wordt het hele thema dan wat beter op de agenda gezet. En daar zijn we goed in geslaagd, vind ik. Ja, dus er zijn uiteindelijk een x-aantal sessies geweest. Ja. Wat zijn daarvoor korte conclusies uitgekomen uit die eerste paar sessies, mevrouw Cent? Er zijn 9 aanbevelingen uitgekomen, zoals neem best practices uit andere landen over het scheiden van nuts- en zakenbankieren. Behandel vreemd en eigen vermogen gelijk. Geen bonussen in de financiële sector. Laat financiële producten door een instantie eerst goedkeuren, net zoals je bij de farmaceutische industrie hebt. Bied basisproducten aan, no-regret producten. Zorg dat milieurisico's worden meegewogen in het eigen bezit of in de bezit van de banken. Nou, daar zijn er nog 3. Schaf bonussen af. Ja, die had ik al. Die had je al. Oh, meer diversiteit in de bankensector. Thema. Nou ja. Ja. Zoals ik hoor hebben jullie al heel veel dingen op een rijtje gezet. U zegt net dat er in uw sector weinig over gepraat wordt. De wetenschap was wat u betreft te stil. Hoe heeft u de groep leden bij elkaar gebracht? Nou, we zijn gewoon gaan uitnodigen. En Herman Wijfels was als voorzitter natuurlijk ook een boegbeeld die daar heel veel voor aan heeft gedaan. Maar we hebben gewoon gekeken in de samenleving van welke hoogleraren of wetenschappers hebben we wat zaken gehoord. Zouden die mee willen doen? En die zeiden eigenlijk allemaal ja, die wilden allemaal heel graag meedoen. Dus we kregen ze vrij snel bij elkaar. Goed. Dat was even voor Sustainable Finance Lab. We komen later op een stuk van deze conclusies eigenlijk terug. We willen eerst toch even naar uw positie gaan. U bent CEO bij de Triodos Bank. Daar werden gisteren
cijfers bekendgemaakt. En niet zomaar cijfers, maar voor cijfers tijdens een financiële crisis waren ze eigenlijk uitzonderlijk goed. Kunt u even kort aan onze studenten vertellen de winst en de groei van de Triodos Bank die het afgelopen jaar heeft doorgemaakt? We zijn afgelopen jaar, zoals vele jaren daarvoor, ook weer gegroeid met ruim 20%. Zo. Daar zijn we een beetje aan gewend, aan dat soort groeitempo's. Daar is onze organisatie ook wel op ingericht. Het is ook wel eens bijna 40% geweest en ook wel eens 18 of 19%. Maar dat was zo ook vorig jaar weer een mooi jaar. De winst is behoorlijk gestegen met 51%. Dus we hadden een goed jaar. Maar wat het allerleukste is dat het aantal klanten ook dat is met 25% gestegen. We zitten nu op 355.000 klanten. En dat vinden we eigenlijk het belangrijkste voor de toekomst. Dat we een brede basis krijgen. En dat is niet alleen in Nederland, maar ook Europees. Nou, u groeit hard. Ja. Daar kan ik concluderen, denk ik. Dan doet u het toch wel een stukje beter dan de andere banken, als ik het zo eventjes mag zeggen. Hoe onderscheidt u zich van de andere banken? Ja, je moet even relativeren. Wij komen van relatief klein. Dan heb je ruimte om te groeien. Dus als een ING met 25% zou groeien, zou ik me ernstig ongerust maken over de stabiliteit. Dus je moet dat altijd ook weer in proporties zien. Maar wij groeien om twee redenen. Eén, we hebben een duidelijke missie. We weten waarom we hiertoe zijn, hiertoe op aarde zijn. Wij willen duurzaamheid financieren. Finance change. Hè. En om dat te doen moet je ook een duidelijk bankmodel hebben. En dat is met name sinds de crisis een heel belangrijk argument geweest voor mensen om over te stappen. Die zeggen, we begrijpen wat jullie doen. Sparen, krediet verlenen, je hebt betalingsverkeer. Om dat allemaal mogelijk te maken. Je hebt beleggingsfondsen, allemaal heldere producten en diensten, daar gaan we voor. En die stroom die gaat heel hard. Dus veel klanten van ons komen omdat ze ontevreden zijn misschien ook bij anderen. Ontevreden bij anderen of al heel lang hebben gedacht, ik moet een aanleiding vinden om over te stappen. Ja. En dat gebeurt in grote getalen. Okay. Goed, ja. Om nog even in perspectief te plaatsen. U winst volgens mij 17, 19 miljoen. Ja. ABN AMRO, eerste 9 maanden van 2011, 800 miljoen. Dat is de staatsbank. Dus er is zeker nog ruimte voor groei hier in Nederland. Absoluut. Nee, ik maak me ook geen ongerust over markten die er niet zouden zijn. Nee. Dat is het mooie als je nog niet zo groot bent. Dan hoef je over marktontwikkelingen niet zo zorgen te maken. Maar in 2009 kwam je wel extra in de aandacht. In 2009 won u en uw bank ook de prijs voor de Most Sustainable Bank of the Year. Aan welke criteria voldeed uw bank om die prijs te winnen? Nou, wat je nou heel veel in het bankwezen ziet, dat er wordt heel graag gepraat over duurzaamheid. Over sustainability. Omdat dat een mooi woord is geworden. Het is ook een beetje een containerbegrip. Ik hoor eigenlijk niemand meer die zegt van wij willen niet duurzaam zijn. Ja. Er zijn nog wel wat van die fondsen die zich daarmee proberen te profileren. Maar dat is echt een uitzondering. Dus iedereen is duurzaam. En dan is de kunst natuurlijk ook om dat om te zetten in praktijk. En daar hebben de Financial Times en IFC, de International Finance Corporation, hebben daar goed naar gekeken van welke banken doen nou echt wat ze zeggen. En die hebben vastgesteld hoe wij ons ook kandideerden voor die prijs, dat bij ons gebeurt. Zijn ze bij u op bezoek gekomen? Zijn op bezoek geweest en hebben alles bestudeerd en vonden het een consequent doorgevoerd model. Weliswaar bescheiden qua omvang, want er waren ook andere banken geweest die in de jaren daarvoor, ABN AMRO heeft hem ook een keer gewonnen. Ja, dat is even, hoe is het mogelijk? Want de ABN AMRO is een heel anders ingerichte bank dan uw bank. Toch raar dat zij ook die prijs winnen. Nou, dat is niet zo raar, want ze kijken ook wat zijn de relatieve stappen die een bank maakt. En ik denk dat het op zich goed is als je stimuleert dat een grote bank kleine stappen maakt, maar die wel veel impact hebben omdat het vrij breed gaat. En dat is ook hun idee in de wereld van grote banken, want daar is toch de Financial Times en de IFC meer op gericht, dat daar ook stappen worden gezet. Maar dit jaar vonden ze toch goed om eens even een contrapunt te plaatsen en te zeggen van, kijk eens, je kan het ook veel consequenter nog doorvoeren, maar dan nog wel op kleinere schaal. Ja, en uw klanten hebben dat gezien. Klanten die zich misschien ook wel afzetten tegen de bestaande banken. En vanaf daar misschien ook overstapte daardoor. Dan is hier zo, dit platform is ooit ontstaan door de crisis, de financiële crisis.
de vraag die daarbij altijd wordt gesteld aan iedere hoogleraar of CEO die langskomt. Heeft u, en zeker u met uw duurzame bank, de crisis zien aankomen? Nou, niet in hoe die precies zich heeft ontwikkeld. Maar ik heb altijd wel veel vragen gehad over de enorme hoeveelheden geld die rond de wereld zuisde. Ook wel het populair het flitskapitaal genoemd. Ja. Waarvan ik altijd gevoel had van waar slaat dat neer? Is dat alleen maar geld wat rondcirculeert? Maar heeft dat nog een relatie met de reële economie? En die vraag heb ik al vaker gehad. En ik dacht, ja, dat we kunnen wel steeds meer geld creëren. Maar als er niet echt waardecreatie tegenover staat, dan moet dat een keer imploderen. Ja. Maar dat het in deze vorm gebeurde, dat heb ik ook niet kunnen voorzien. Dus is er een moment geweest voor de financiële crisis dat u dacht, dit moet een keer misgaan? Dat zegt u nu. Ja, in zijn algemeenheid heb ik gedacht, de hoeveelheden geld die wij scheppen en het geloof dat we hebben in allerlei bubbels. Ja. Ik vraag me af of daar echt de waarde achter zit. En een factor die daarbij kwam is, en dat is meer de duurzaamheidsachtergrond van, we hebben in de jaren 90 een punt overschreden van de draagkracht van de aarde. We eten de aarde nu op, hè, als je het uitrekent. Nou, dat kunnen we nog best 20, 30 jaar doen, maar dan blijft er weinig van over. En dat is ook een soort bubbel. En die bubbel realiseren we ons door het korte termijn denken onvoldoende. En ook die muur gaan we een keer tegenkomen. Dus in die zin heeft dat nog wel de vraagstelling verdiept van hoe lang kunnen we hiermee doorgaan. Want dat is uiteindelijk hetgene waar u in de jaren 80 met de bank mee bent begonnen. We eten de aarde op en inderdaad, we moeten wel het geld, de financiële producten moeten ook een reële economie moeten bijdragen aan elkaar. Ja. Ik heb uw boek gelezen, het Nieuwe Bankieren. Of is het uw boek? Het gaat over uw visie. En in uw boek wordt het kapitalisme 3.0 omschreven. Het wordt heel vaak herhaald, komt vaak terug. Een van de motieven ook dat het boek geschreven is. Mevrouw Cent. Ik laat u mee schrikken. Het gaat over het boek, ik ga lekker een kopje koffie drinken. Mevrouw Cent, ik heb het over het kapitalisme 3.0. Het staat in het boek Het Nieuwe Bankieren, staat het beschreven. U weet wat het inhoudt? Ja. Oké, nou zou je misschien aan de studenten verder toe kunnen lichten. Ja, ik denk, we maken ons enorm zorgen over de financiële crisis waar we in zitten, de eurocrisis. Maar een crisis biedt kansen tot herbezinning. Herbezinning omdat er veel grotere uitdagingen op ons afkomen in de vorm van een voedselcrisis, energiecrisis, milieucrisis. Rahm Emanuel, de adviseur van Obama, heeft heel erg mooi gezegd, never waste a good crisis. En wat we hebben gezien is dat het idee dat de markt individueel eigenbelang in goede banen zou leiden en tot het algemene belang zou leiden, niet waar lijkt te zijn. En waar we eigenlijk als economen ons te veel op hebben blind gestaard is de Wealth of Nations van Adam Smith. Wat we voor het gemak vergeten zijn is dat Adam Smith ook de auteur van de Theory of Moral Sentiments is. Waar er aandacht wordt gevraagd voor een belang of een goede balans tussen economische, morele overwegingen. Binnen de economische wetenschap wordt het ook al meegenomen. Zijn er ook initiatieven om naar een breder welvaartsbegrip te gaan? Lange tijd hebben we ons blind gestaard op bruto binnenlands product. En is het afgrijzelijk als er weer krimp aan zit te komen. Het draait allemaal om groei. Maar de SER heeft bijvoorbeeld een advies uitgebracht en gezegd een breder welvaartsbegrip zou moeten gaan over evenwicht tussen sociale, economische en milieu-ecologische overwegingen. Het is natuurlijk heel erg lastig. Bruto binnenlands product is heel makkelijk te berekenen. Wil je het breder trekken, dat is best een uitdaging. Maar er komen wel steeds meer signalen uit de economische wetenschap hoe het kan. Gelukseconomie bijvoorbeeld is ook een hele interessante onderzoeksrichting. Een van waarbij we dus het geluk in een land zouden vervangen, of nee, het nationaal product in een land zouden vervangen. Ja.
door het happiness van een precies. En wat blijkt dan? Dat is binnen een land zijn rijke mensen gelukkiger dan arme mensen. Maar landen die als geheel rijker worden, worden niet als geheel gelukkiger. En er is ook een maximum inkomen. Met $75.000 per jaar bereik je het maximum geluk. Krijg je meer inkomen, dan neemt je geluk niet toe. We staren ons blind op het feit dat materiële welvaart geluk geeft. Terwijl uit onderzoek blijkt dat ervaringen een veel langduriger geluksgevoel geven. Dus er zijn al wel heel veel interessante inzichten die uit de economische wetenschap komen. Maar helaas zijn die nog niet tot beleidskringen doorgedrongen. Maar ook nog niet tot de generale wetenschap. Want ik moet zeggen, wij als studenten hier krijgen dit nog niet onderwezen. Ja, maar daarom zouden jullie ook eigenlijk aan de Radboud Universiteit moeten gaan studeren. Want dat hele idee van de homo economicus, van de koele calculerende burger, is al lang achterhaald in de economische wetenschap. Je hebt nu de gelukseconomie, gedragseconomie, experimentele economie, institutionele economie, evolutionaire economie. En het is echt een gemiste kans dat jullie daar niet voldoende mee in aanraking komen hier. En het loopt echt achter bij de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar het al vanaf de jaren 80 in opkomst is. We hebben volgens mij een hele enthousiaste vraag. Meneer. Even een klein beetje op reageren. Dat kunnen we natuurlijk niet over onze kans laten gaan. Ik werk op CREED, het lab hier. En ik doe aan evolutie en gedrag en de evolutie van moraliteit. Ja. Dus onze studenten, deze mensen hier, deze hier, die worden daar gerust aan blootgesteld. Maak je geen zorgen. Dank u wel voor deze toelichting. Gelukkig ben ik nog welkom op de UvA. Even concreet, want er is dus een kapitalisme 1.0 geweest, 2.0. Wat maakt nu het verschil van 3.0 tegenover de kapitalisme, om het eventjes makkelijk te maken, die we voorheen gehad hebben? Wat maakt concreet daar het verschil in? Meneer Blom. Nou, even om van 1.0, 2.0. 1.0 is het, zeg maar, primaire kapitalisme. Van kapitaal is maatgevend en het rendement wat je op het kapitaal maakt, daar gaat het om. Ik denk 2.0 kan je het beste zien als de ontwikkeling van sociale wetgeving. Die zegt de factor mens, de factor arbeid, hè, in de drie productiefactoren, kapitaal, natuur, arbeid, zit hier met de economen. De factor mens, dat is toch wat anders dan alleen maar een productiefactor. Die moet ook, de menswaardigheid moet beschermd worden. Hè? Minimumlonen, arbeidstijden, noem maar op. Ik denk kapitalisme 2.0, zoals wij dat hier in het Westen, vooral in Europa, hebben ontwikkeld, is een vorm van kapitalisme waarbij dat afgedekt is, afgeperkt is. En 3.0, dat is waar de planeet, wat de factor natuur is, hè? Grondstoffen. En die moet ook beschermd worden. We dachten altijd, er is plenty natuur, we kunnen gewoon maar doorgaan. Nou, we zijn ons gaan realiseren in de tweede helft van de vorige eeuw dat die natuur niet onbeperkt is. En ik denk, kapitalisme 3.0 is het kapitalisme wat erkent dat de menswaardigheid niet in het geding moet zijn. En dat ook de natuurwaardigheid niet in het geding moet zijn. En in die zin geloof ik dat op zich het denken in termen van het gebruik maken van kapitaal moet verbreed worden. Het is niet alleen maar financieel kapitaal, maar is ook menselijk kapitaal en natuurkapitaal. En daar zijn bepaalde grenzen aan die je daar moet respecteren. Nou, dat zou ik 3.0 willen noemen. Ja, dus tot op heden in de financiële sector, zegt u eigenlijk ook, werd er vooral gericht op onduurzame groei. Groei van alleen het financiële aspect. En niet van de rest van het kapitaal. Nou ja, tegen de achtergrond van kapitalisme 3.0 ga je ook heel anders tegen groei aankijken. Want als je merkt dat je aan de grenzen komt, dan moet je naar die natuurfactor, die grondstoffenfactor, op een andere manier gaan kijken. Hoe kan je daar meer recyclen? Hoe kijk je daar meer op wat langere termijn als je grenzen bereikt? Dat denken is er nog niet. En ik denk jullie generatie wel, maar je ziet heel veel banken en bedrijven die leiders hebben die in de jaren 80, 70, 80, 90 zijn opgegroeid, die hebben altijd geleerd van er is genoeg. En het gaat om het goed inzetten van de factor geldkapitaal en die andere, beetje ook sociaal kapitaal, maar de rest is er genoeg. En nu is er een nieuwe generatie die dat gewoon in de genen moet krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat jullie op een andere manier bedrijven leiden dan de huidige generaties dat doen. Nou, fijn dat u daarvan overtuigd bent dat wij het anders gaan doen. Dat neem ik tenminste aan. Het is zo, overal wordt er over gesproken. En dat was gewoon 20, 30 jaar geleden niet zo.
Toen had je ook wel dat er wat milieuactivisten waren. Maar dat werd veel meer als een soort ideologie gezien. Maar ik denk dat milieu gewoon een economische factor is. Ik bedoel, daar moet je helemaal niet moeilijk over doen. Als je daar niet over nadenkt, zeggen de AXO's... Ja, we kijken nog een keer naar uw cijfers, u doet het gewoon hartstikke goed. Ja, maar ook AXO Nobel en de Philipsen van deze wereld en Unilevers, die kunnen zich niet permitteren economisch om dat niet mee te nemen. Dus ook onze studenten, op het moment dat wij ons echt willen profileren en bij de Philips en AXO Nobels willen binnenkomen, draaien tegenwoordig voor ons om duurzaamheid. Ik denk het wel. Als je dat niet doet, ben je niet handig bezig. Ja. Maar kunnen zij dat niet permitteren tegenover hun eigen bedrijf om de factor natuur mee te nemen, of in dit geval niet mee te nemen, tegenover hun eigen bedrijf of tegenover de omgeving en het milieu aan zich? Ja, maar dat valt samen. Als je als Unilever niet nadenkt over visstanden, dan heb je gewoon geen business daar meer over een paar jaar al. Op de lange termijn? Ja, over een paar jaar al. Dat is geen lange termijn meer. Hè. Visstanden zijn ernstig in het geding. Veel meer nog dan andere grondstoffen. Dus daar denken ze heel hard over na. En zijn ze flink mee bezig. Dus puur technocratische beslissingen leiden in dit soort bedrijven toe dat er op een duurzame wijze wordt geopereerd. Het is een combinatie. Het is een combinatie van economie. En het is ook steeds belangrijker geworden dat je klanten begrijpen waarvoor je er bent. Want de producten gaan steeds meer op elkaar lijken. Dus zal uit jouw gedrag als onderneming moeten blijken dat jij een meerwaarde hebt boven een andere onderneming. Puur op het product SEC kan je het nauwelijks meer maken. Het verschil. Ja, en is het dan in de financiële crisis nog weer extra bewust van geworden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die... Kijk, de financiële crisis heeft naar mijn idee duidelijk gemaakt dat we alles aan het leveragen zijn. En met name in de financiële sector. Maar we doen het ook met natuur. We leveragen op natuur nu. We nemen natuur die in de toekomst er moet zijn, die nemen we nu al mee in onze productie. En dat hele leverage begrip, dat is door de hele financiële crisis gewoon op de agenda gezet. Maar het gaat niet alleen om financiële leveraging. We doen een hele hoop leveraging. En dat is een gevaarlijk mechanisme. Daar moet je heel verantwoord mee omgaan. En dat zijn we nu heel hard aan het leren. Hoop ik althans. Ja. Ook hier bij jullie. Het wordt in het boek wat ik gelezen heb en ook de standpunt die Sustainable Finance Lab heeft gemaakt, wordt heel veel gepraat over groei. Hoe we dat moeten zien. Hoe ziet u, mevrouw Cent, bijvoorbeeld, hoe moeten we groei nu gaan zien? Op dit moment, groei in de economie heb ik het dan over. Nou, dan kom ik weer terug op wat ik eerder zei. Je moet naar een breder welvaartsbegrip. En Arnold Heertje is dan misschien toch een UvA-econoom wat eer mag geven. En ik was ook een beetje te radicaal over wat hier geleerd wordt. Universiteit/UvA. Arnold Heertje zegt het heel mooi. Welbevinden is het welbevinden van mensen hier en in de rest van de wereld, nu en in de toekomst. En waar we te veel op focussen is het welbevinden nu, hier. En te weinig op de toekomst en de rest van de wereld. En we weten ook bijvoorbeeld dat het is lang gedacht, je moet hele grote inkomensverschillen hebben. Want dat leidt tot meer groei en dat zou goed zijn voor de wereld. Maar we weten dat hele grote inkomensverschillen juist slecht zijn voor economische groei. Slecht zijn voor gezondheid, slecht zijn voor onderwijsprestaties. Dus het sociale cohesie en sociale duurzaamheid is ook een belangrijke factor die meegenomen moet worden. Okay. En hoe zouden we dan wel mogen groeien? Dat is het belangrijkste. Dus gericht op duurzaamheid. Dat is het belangrijkste, dat we in die zin groeien. En niet meer om zoveel mogelijk rendement te maken en in de cijfers te groeien. Nou ja, dan kom ik weer terug op dat SERF-advies. Een groei met een goede evenwicht tussen het economische, het sociale dus groei is en goed, het ecologische. Als we maar het aspect van het milieu meenemen in principe. Absoluut, ja. Ja. Goed, we behandelen eventjes vier punten vandaag, waardoor we even kijken naar een mogelijke duurzame toekomst. We hebben al heel snel eventjes door de wetenschap heen gelopen. We willen nu eventjes met u kijken naar de financiële wereld, wat daar eventueel zou kunnen en moeten veranderen om toch onze eigen economie klaar te stomen voor de toekomst. Ja. Daar is onder andere ook in dat Sustainable Finance Lab veel over gepraat. Een factor die Triodos wellicht nu nog onderscheidt, maar ook groeiende, is de kleinschaligheid van de projecten waar Triodos in investeert. U geeft eigenlijk, als wij op uw website komen, heel duidelijk aan waarin Triodos investeert. En geeft ook aan waarom Triodos dat doet. Hè? Cultuur soms, of energie, duurzame energie. Maar de bank is groeiende.
In hoeverre is dit volhouden van de groei van de bank nog te combineren in de toekomst met die kleinschaligheid van de projecten? Nou, als je naar duurzame energie kijkt, dat is geen kleinschalige sector meer. Dat is een sector waar wij hebben gezien in de laatste 20 jaar dat daar gelukkig heel veel grote banken ook mee zijn gaan doen. Sterker nog, het is voor veel banken een van de weinige groeisectoren op dit moment. Omdat die hele energietransitie naar duurzame energie, wat er ook over gezegd wordt, moet wel gebeuren. Olie is beperkt, kolen geeft toch echt veel smerigheid. Kernenergie is een groot vraagstuk. Kijk naar Japan, die houdt ermee op. Dus duurzame energie en toepassingen en decentrale toepassingen daarvan, die eigenlijk heel interessant zijn, die ons ook politiek minder afhankelijk maken van allerlei oliestaten en noem maar op. Dat is een geweldige investeringsmogelijkheid. En wij kunnen het niet allemaal hoor. Wij kunnen veel. 40% van onze balans zit al in duurzame energie. Dat vinden we al behoorlijk. En we merken dat andere banken met wie we veel samenwerken op dat front, graag zijn, ook in die sector. Welke banken zijn dat precies? Oh, Rabobank, ING, ABN AMRO, ja, maar, ook, gaat, maar ook de banken, ook een bank als SNS, ook, maar ook banken in het buitenland, kredietcoöperatief, BNP Paribas. Dus die banken die zijn allemaal geïnteresseerd in die sector. En voor mij is het niet zo dat dat allemaal kleinschalig hoeft te zijn. Want dat zijn windparken die soms een paar honderd miljoen kosten als ze op zee worden gebouwd. En dat is ook voor een grote bank niet te doen in één pluk. Dus je moet er ook samenwerken als banken. Dus zie je het niet alleen als kleinschalig. Veel dingen beginnen kleinschalig. Maar ik denk de komende 10, 20 jaar zullen veel van dit soort zaken ook opschalen. Dus in duurzame energie zou er snel gegroeid kunnen worden. Absoluut. Een ander ding wat wij op uw website vonden was dat u hier de Trouw financiert. Sommige van onze studenten bezoeken regelmatig de Trouw voor een feestje en een klein dansje. Maar dat zijn dan ook de kleinere cultuurprojecten. Kunt u die dan nog blijven financieren op het moment dat zo'n bank groter groeit? Alle kleinere projectjes en muzikanten. Nou, die, we ondersteunen graag de kleine dansjes. Dus dat nee, het is een ook dat soort projecten, mits ze echt ingebed zijn in de samenleving, hebben vaak veel meer zekerheid, een belangrijk element voor een bank, dan nieuwe innovaties waarvan je nog maar moet afwachten wat ze allemaal betekenen. Dus banken hebben van oudsher ook dat soort projecten graag in hun portefeuille, omdat ze stabiliteit geven in de portefeuille. En dit is een excellent project, er is behoefte aan, mensen willen daar gaan. Het gaat niet om enorme bedragen, maar ze vervullen een functie en zijn een prima asset in onze portefeuille. Ja, dus je portefeuille wordt er heel... Nou, u zegt dat de duurzame energiesector, dat die heel erg groot wordt. Dat om hele grote projecten gaat, inmiddels. Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze projecten die u financiert, doorzichtig blijven? Want dat is een punt wat u ook heel erg belangrijk vindt. Ja. Nou, ze zijn van nature wel redelijk doorzichtig. Omdat als het om een windpark gaat voor de kust van Engeland van 200 windmolens. Dan kun je ze gewoon tellen als je in het vliegtuig zit en zeggen van hé, ze zijn er. En wat altijd erg leuk is, dat wij klanten krijgen die ons vertellen of ze wel of niet draaien. En onze wedervraag is ook, waait het ook? En dan zeggen ze, nee, het waait niet. Nou, daarom draaien ze niet. Dus er is een hoop educatie zit er ook nog aan vast. Je kan het heel concreet maken, zolang je maar als bank, en dat geldt ook voor de grootbanken trouwens, maar dicht bij de reële economie blijft en kunt uitleggen waarom je het doet en niet met allerlei financiële producten eromheen je te veel bezighoudt, dan ben je op een goede manier bezig. Dus ik denk dat is niet zo moeilijk. Een bank die kan heel duidelijk maken van waar die in zit. Dus u moet er dus aan vast blijven houden dat die projecten doorzichtig blijven en dan pas kunnen ze doorgang vinden. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld die duurzame energiesector ook gaat uitbreiden. Ook mondiaal, mondiale grootte over gaat aan gaat nemen. En dan lijkt het me al snel de neiging om te denken, nou, duurzame energiesector, daar kunnen we verder mee. Dat mag groeien. Dan heeft het ook de neiging om dat mondiaal. Je bent er niet bang dat dat dan uit de hand loopt? Veel van die projecten zijn toch gewoon lokale projecten, maar wel van een behoorlijke omvang. En er zullen ongetwijfeld ook energiemaatschappijen zijn die zich daar meer en meer op toeleggen. Eneco is een goed voorbeeld. Hè? Die zegt, ik wil echt de duurzame energieonderneming blijven. En niet alleen maar in opwekking, maar ook nog in het net. Hè? Dus ze proberen dat ook samen te houden.
Dus ik denk, daar ontstaan nieuwe spelers die zich daarop richten. En ik zie niet in waarom dat onmiddellijk weer global players moeten zijn. Want ook bij duurzame energie vindt een decentralisatie plaats. We gaan toch naar een energievoorziening toe die decentraal is. Je zal op een gegeven moment met je eigen huis je eigen energie opwekken. Okay. Zoals we vroeger grote mainframe computers hadden en nu allemaal pc's hebben, zal dat ook met duurzame energie gaan gebeuren. Dus we krijgen een ander soortige energie-economie. Maar dus ook een daarbij behorende financiële sector. Ja. Ja. Mevrouw Cent, uw studenten, ik hoor dat zijn er 100 en ze zijn allemaal zeer talentvol bij die Radboud Universiteit. Zeker ten opzichte van de UvA. Maar, nou, ik ben zelf UvA-alumna. Ja, dus, en cum laude afgestudeerd hier aan de faculteit. Ontzettend goed. Maar hebben uw studenten een beetje besef van die verandering die er gaande is binnen deze financiële wereld? Absoluut. Ik heb heel erg veel vertrouwen in de jeugd. Ik ga niet mee in somberen over de jeugd. Ik denk, als je kijkt naar wat jullie willen in een nieuwe baan bijvoorbeeld. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft een keer zo'n sessie gehouden en gevraagd van, nou, hoe kunnen wij nou de werkgever van de toekomst worden voor jullie? En wat vinden jullie nou belangrijk? En is het, nou, we willen zinvol bezig zijn, creatief, we willen flexibel bezig zijn, redelijk inkomen. Maar dat is helemaal niet meer zo belangrijk als het was voor de generatie hiervoor. Dus ik put heel erg veel hoop uit ook die initiatieven van onderop. Ik zie toch dat we in een kantelmoment zitten, dat het niet meer alles van bovenaf beheersbaar, controleerbaar en stuurbaar is. Alhoewel in zekere mate dat natuurlijk niet helemaal kan verdwijnen. Maar ik put heel erg veel hoop uit al die initiatieven die opborrelen. Het Sustainable Finance Lab is er eentje van. Je hebt de New Economy of de Economy Transformers. Platform, ontzettend veel goede ontwikkelingen vinden plaats. Ja, en ook bedrijven die ontstaan of die daar al langer zijn. Ja. Ziet u dat daardoor ook andere bedrijven die opereren in de financiële sector meegaan met die trend? Nou, misschien kan meneer Blom daar meer zicht op, maar misschien wil hij zijn collega's niet afvallen. Wat wij als Sustainable Finance Lab in ieder geval merken, is dat we steeds meer gezocht worden als gesprekspartners door de financiële instelling. Maar ook daar zie je toch ook wel heel erg veel terughoudendheid. De financiële sector zet een enorme rem op de aanpassingen. Op het hoogtepunt van de crisis was het, moet fundamenteel anders. Vickers, Volcker, noem maar op, Basel III. Nou, dat is er dan, maar allerlei andere wilde plannen, die zijn uiteindelijk toch de kop ingedrukt. Ja. Minister De Jager heeft een notitie over het scheiden van nutsbankieren en zakenbankieren. Ja, en dat moet dan met de sector overlegd worden. Dus je ziet wel heel erg veel weerstand, een enorme bankenlobby. Waardoor het momentum een beetje kwijtraakt. Dus ik schipper soms een beetje tussen realisme en optimisme. In mijn realisme zie ik de mens die kortzichtig is, die last van rampen, bijziendheid heeft. Op het moment dat het echt fout gaat, wil men wel veranderen, maar op het moment dat het ook maar weer een beetje goed gaat. Ja, dan is het van, het viel eigenlijk wel mee. Ja. Werkloosheid zou 10% worden, maar dat hebben we bij lange na niet gehaald. Nou, u zegt dat de financiële sector hervormd gaat worden. Wat ook inhoudt dat het niet meer gaat om hele grote rendementen die we behalen. Nou is het wel zo, nou kijk ik heel eventjes naar mezelf. Op het moment dat ik nog op de middelbare school zat en eens ging kijken of ik economie zou willen studeren, werd er bij elke open dag gezegd, als je een mooie auto voor de deur wil hebben, moet je economie gaan studeren. Gewoon heel even persoonlijk, en ik denk dat ook voor de mensen die nu staan te kijken. Ja. Kunnen wij straks nog wel heel erg rijk worden in de economie? Nou, wat jullie moeten beseffen is dat geld niet gelukkig maakt. geld werkt namelijk hetzelfde op je hersenen als drugs. Activeert dezelfde hersendelen als drugs. Dus het geeft een tijdelijk geluksgevoel en vervolgens wil je weer meer. Maar in het Engels zeggen ze heel mooi, even if you win the rat race, you are still a rat. ervaringen geven een veel langduriger geluksgevoel. We hebben gewoon een enorme welvaartsniveau al behaald. Wil je alleen maar meer en meer geld of wil je ook zinvol creatief bezig zijn? Gelukkig worden. En daarbij moet ook opgemerkt worden dat interessant is dat economiestudenten
voordat ze economie gaan studeren, meer op hun eigen belang zijn gericht dan de gemiddelde student. En dat wordt ook nog eens een keer versterkt tijdens de studie. Dus ik zou jullie niet als voorbeeld voor de Nederlandse student willen nemen. Ja, dat wordt puur gezegd. Rationaliteit. Precies, rationeel, eigen belang. En dat wordt nog eens een keer... En dat is ook het grappige natuurlijk met al die experimenten die wij in de economische wetenschap doen. Die doen wij met economiestudenten. Nou, dan krijgen we de homo economicus eruit. Vind je het verrassend? Ja. Dus je zegt eigenlijk, luister studenten, geld maakt niet gelukkig. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. $75.000, dat is prima. En met meer geeft het alleen maar meer ellende. Ja. Ik wil u dan toch ook nog even die vraag stellen. Mevrouw Sen, noemt het realistisch en optimistisch. Hoe denkt u dat de rest van uw sector met u mee wil gaan? In veranderingen bijvoorbeeld? Ik ben daar niet, ik zou dat meer willen. Ik vind dat men heel erg bezig is. En dat begrijp ik ook wel met de problemen nu oplossen. Ja. Want naast het jammere is dat er zoveel regelgeving nu geïmplementeerd moet worden. En zoveel problematiek op de korte termijn spelen. Welke regelgeving hebben zij het meeste last van? Nou, de toezichtregels die worden strakker. Je moet over Basel meer. Ik kan je een voorbeeld nemen van regelgeving die ons ook behoorlijk dwars zit. Wij moesten laatst meedoen aan een assessment van beheerst beloningsbeleid. Het idee is dat het beloningsbeleid verkeerde incentives geeft aan bankiers. Dus hoe heb je dat ingericht? Daar hebben wij geen bonussen, allemaal niet. We hebben dat keurig ingevuld, maar we hadden dat toch niet goed. En wat blijkt nou, volgens de nieuwe regelgeving moet je ook helemaal vastleggen waarom je dingen niet doet. Je moet dan dingen. Dus wij hadden van de 40 vragen hadden wij de 28 niet goed. En daar hadden we niet uitgelegd waarom we iets niet doen. Nou, dat geeft een soort regelgeving druk, waar ook een Nederlandse bank gewoon aan moet voldoen. Die ik niet positief vind en wat veel irritatie oploopt. Terwijl de wat visionairdere aspecten van wat is nou de rol van een bank. Binnen welk speelveld zou die nou eigenlijk moeten spelen? Dat is veel belangrijker. Ik zeg wel eens van, je moet de banken moet je veel meer aangeven, dit is jullie speelveld, maar daarbinnen mag je spelen. Ja. En niet zeggen, jullie speelveld is heel groot, maar we zetten achter elke speler, zeggen we, een compliance officer en een toezichthouder. Want dan rem je de hele boel. Dus definieer het speelveld, maar laat daarbinnen ook gewoon de ondernemende krachten werken. En dat denken is toch veel meer van, we willen alle opties open houden, maar we controleren jullie tot op de laatste minuut. Ja. Dat vind ik geen positieve ontwikkeling en dat is jammer. Mevrouw Sent moet vanuit de politiek komen. Nou, vanuit de wetenschap, in de bedrijfsethiek kun je twee benaderingen onderscheiden. De compliance en de integrity benadering. Ja, en bij compliance ga je ervan uit dat de mens slecht is en gestraft moet worden. En dat heel erg streng gecontroleerd moet worden. En dat is een beetje de route waar we nu op zitten. Dat is de les die geleerd is uit de crisis. Is meer regelgeving en meer toezicht. Probleem is, de slimme jongens en meisjes zitten niet bij de toezichthouder. Die zitten in de financiële sector en zoeken op allerlei manieren... zoeken allerlei manieren om eronder uit te komen. Ja. De integrity benadering gaat er juist vanuit dat de mens van nature goed is. En die probeert om goed gedrag te stimuleren. En dat is niet, je kan misschien denken van ja, dat is een beetje ideologisch geleuter, zo werkt dat niet in de praktijk. Ik vind ook dat, zoals de wetenschap in Amerika en Nederland is ingericht, is ook integrity en compliance. Met de Nederland compliance, waar ik allerlei scores moet hebben voor mijn onderzoeks, voor mijn onderwijs. In Amerika was het keiharde concurrentie, maar het was het, what can I do to help you? What can I do to make you a better researcher? En ik denk dat we helemaal doorgeschoten zijn in die reflex in Nederland dat met regelgeving en toezicht alle risico's uitgesloten kunnen worden. Terwijl er binnen de bankensector ook hele mooie initiatieven zijn, zoals vier bankiers. Wat Triodos doet natuurlijk. En je zou vooral ook eens moeten kijken hoe kun je dat goede stimuleren. In plaats van alleen maar inzet op regelgeving en toezicht. Maar dus zou de maatregelen vanuit die financiële sector zelf voldoende zijn om een nieuwe crisis te voorkomen? Nou ja, wat we merken is dat er heel erg veel verzet is. Dus ik vind het, heel erg mooi van, geef het speelveld aan en laat aan banken, zeg tegen banken van, nou,
stimuleer het maar. Probeer maar zo goed mogelijk binnen dit speelveld te functioneren. U bent ook actief in de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Kunt u vertellen in hoeverre u opereert in dat wereldje in Den Haag? Wij zien al die toezichtswetgeving allemaal bij ons langskomen. En hoe ik daarin opereer, ik probeer vooral ook aandacht te vragen voor... probeer die uitzichtloze beheerszucht te vermijden. We zitten op een kantelmoment. We hebben altijd lang geloofd dat alles in hiërarchische piramides geregeld kon worden. Terwijl je veel meer naar plattere pannenkoeken zou moeten. De jongeren functioneren daar veel prettiger bij. Organisaties doen het veel beter. Dat is een beetje een richting waarin ik me inzet. En wat ik natuurlijk heel erg kwalijk vind, als ik dan toch eventjes een sneer naar het kabinet mag geven. Het is allemaal symptoombestrijding. Morgen komt het Centraal Planbureau met de nieuwe ramingen. En wat gaan we vervolgens doen? We gaan de overheidsbegroting op orde brengen. Maar de overheidsbegroting is het resultaat van wat er in de financiële sector mis is gegaan. En ook de eurocrisis is een crisis die... De zwakheid van de financiële sector aantoont. Dus je moet problemen bij de oorzaak aanpakken. En daarbij is de overheidsbegroting een middel en geen doel. En moeten we niet aan symptoombestrijding doen, maar naar de oorzaken kijken. En de huidige politiek, de VVD met CDA, gedoogpartner PVV. Ja, dat leidt nu de regering. Hoe staan zij tegenover het inrichten van de financiële sector? Gericht op duurzaamheid. Nou ja, heel erg behouden. Die sector, of die notitie over scheiden van zakenbanken en nutsbankieren wordt met de sector gedeeld. Er wordt gevraagd, wat vinden jullie ervan? Terwijl dit juist een kans biedt, weer de crisis als kans, om herbezinning. Nu kunnen hervormingen doorgevoerd worden om te zorgen dat we sterker de toekomstige uitdagingen tegemoet kunnen gaan. En in plaats daarvan wordt zonder visie hier en daar flink met de botte bijl gehakt. Waar nog eens een keer de zwaarste lasten door de zwakste schouders worden gedragen. Dus er wordt wel over gepraat hoe we het moeten hervormen. En er wordt aan symptoombestrijding, momenteel wordt in de politiek wordt aan symptoombestrijding gedaan. Absoluut, een gemiste kans. En ik maak me daar ernstige zorgen over. Meneer Blom, uw bank tracht af en toe zaken gemakkelijker te maken, doorzichtiger te maken. Maar met deze regelgeving, inderdaad wat u aangaf, wordt het af en toe een stuk lastiger. Ja. Ziet u enige kans dat de huidige politiek het voor u wat gemakkelijker gaat maken in plaats van alleen maar moeilijker? Nou, als we doorgaan op de weg die Esther Mirjam net schetst, niet, dan wordt het lastiger. Dus ik denk dat... Als ik zo terugkijk in de afgelopen 4 jaar, dan is er veel positiefs gezegd over hoe goed wij het hebben gedaan in de crisis. Ja. Maar ik voel me daar niet voor beloond. Nou doe ik het niet omdat ik beloond wil worden door de politiek, maar je zou je wel eens kunnen afvragen als politicus van hey, die banken die het goed gedaan hebben en waar we eigenlijk denken dat er een stevig businessmodel staat, maken we die het nou makkelijker, hè? Ja. Meer incentives gericht of... Gaan die gewoon mee in de moeilijkheid die we de anderen willen opleggen? En dat laatste is helaas het geval. Politiek misschien nog wel een grotere eendagsvlieg dan de financiële sector zelf? Nou, dat weet ik niet. Politiek is belangrijk en moet die kader stellen, moet dat speelveld goed vaststellen. Dat kan de sector niet zelf. Moet wel, zeg maar, in dialoog met de sector. Maar uiteindelijk is het de politiek die namens ons allen zegt, hier is jullie speelveld. En als dat helder en duidelijk is, dan kunnen de banken daarin spelen. En als je goed bent en lange termijnvisie hebt en denkt dat duurzaamheid een belangrijk element is, dan doe je het daarop goed. Maar en dat gebeurt nu onvoldoende, vind ik. Laat u niet zien met de Triodosbank dat de hervormingen die nodig zijn ook vanuit de sector kunnen komen? Ja, ik denk, maar wij zijn daarvoor opgericht. Hè. En ik denk dat in die zin men zich over ons niet zoveel zorgen hoeft te maken. Dat zit zo intrinsiek in het DNA en wat ze ook in Den Haag doen, wij gaan hiermee door. Hè. En wat de andere banken, wij vinden dit een belangrijk. Ja, dat is passie, dat is waardes waaruit je wil werken. Daarom werken mensen bij ons. Dat is waarom de klanten naar ons toe komen. Dus dat houden we vast. Maar ik denk naar een aantal van mijn grotere collega's, die hebben wel die dialoog met Den Haag nodig. Omdat die zelf bijna het product zijn van politieke...
stemmen en hoe je dat doet. Dus wat dat betreft zijn ze veel afhankelijker wat voor signalen ze uit Den Haag ontvangen. En kunnen we daar een volgende stap zetten? En dat, daar ben ik niet zo positief over hoe dat gaat nu. Helaas. Okay. Dus de veranderingen in de financiële sector moeten vanuit de politiek komen. Zij moeten de mindset die moet veranderen bij uw grotere collega's, moet vanuit de politiek komen. Nou, de mindset moet vanuit hen zelf komen. Je moet zelf weten waarom je iets doet dat je doet. Maar je bent als bank, zit je wel in een maatschappelijk kader. Hè. Een bank is geen gewone onderneming die maar wat kan opereren in de vrije markt. Die kan heel veel kwaad doen aan de samenleving en heel veel goed doen. En daarom is een goede dialoog en een goede afstemming met de politiek is essentieel voor het bankwezen. Dat is dat speelveld. En je kan niet zeggen, zoals je voor het hele MKB misschien wel kan zeggen, van nou ja, er zijn een paar wetten. Hey jongens, maak er iets moois van. Ja. En als je het niet goed doet, ga je failliet. Banken kunnen eigenlijk niet failliet gaan. En dus heb je die dialoog, en vooral als je grote banken hebt binnen een klein land, die dialoog, daar kan je niet omheen. Nederland kan zich geen faillissement van een grote bank permitteren. Niet meer. We hebben er eentje kunnen dragen, we hebben er anderhalf kunnen dragen. Maar toen was het ook echt gedaan. Nou, die waren niet groot. Dus in die zin konden we het als bankwezen dragen. Er wordt af en toe gesuggereerd dat de Nederlandse financiële wereld te groot is voor de omvang van Nederland en de Nederlandse economie. Ja, ik denk dat dat zo is. Ja. Ja, dus daar kunnen we nog wel wat afslappen. Goed, ja. Ik wil nog even terug naar de echte kern natuurlijk van Nederland. Triodos zit dan in een dienende rol. Veel banken trachten toch eigenlijk in een leidende rol te zitten. Zeker aan de winsten die zij daarin aannemen. In de bedrijvigheid van Nederland en de ondernemers van Nederland is het dan juist noodzaak, mevrouw Cent, om die bedrijven weer extra aan te gaan jagen om de financiële crisis op te lossen? Of dienen we ons nou juist te richten op die financiële sector? De financiële sector als zijnde dienstbaar voor de reële economie is natuurlijk niet onbelangrijk. Als je kijkt naar innovatie bijvoorbeeld in Nederland en naar de uitgaven die wij in Nederland doen, dan liggen die 2-3% van het bruto binnenlands product lager dan in de landen die echt leidend zijn op innovatiegebied. En het zou neerkomen op een extra financiële injectie van 10 à 15 miljard om op dat niveau te komen. In Nederland doen we het op het gebied van arbeidsproductiviteit heel erg slecht. De dienstensector is een groot monster. Binnen Europa heb je de Europese paradox, dat wat in de wetenschap gegenereerd wordt, niet zich vertaalt omzet naar de reële economie. Dus ik maak me echt wel zorgen over de langetermijn economische toekomst en hoe wij ons zullen handhaven op het wereldtoneel. Nou, ik denk dat dat voor economen nog wel interessant is. Ik denk dat wij hebben een financiële sector die ongeveer 9% is van het bruto nationaal product. Er is uitgerekend dat een gezonde economie maar iets van 4% nodig heeft. Voegt die 5% nou veel toe? Ik denk het niet. Ik denk dat we die veel beter in andere sectoren kunnen zoeken. En dan is het in Nederland niet zo dat we zouden eigenlijk een grotere maakindustrie moeten hebben. De echte groei komt veel meer uit de maakindustrie of innovatie. Ja? En als je dan echt een meer zeg maar in de innovatieve sector het wil zoeken in Nederland, dan moet je dit soort budgetten er wel voor vrijmaken. En dat besef van hoe je een economie in een gezond evenwicht brengt, dat vind ik bij dit kabinet helemaal niet bestaan. Nee, daar denken ze niet over na, lijkt het wel. Nou, er is een topsectorenbeleid, maar het is een beetje peanuts waar het om gaat financieel. En enorme heigerigheid. Terwijl er net een heel mooi boek verschenen is over waarom Bell Labs in Amerika het zo goed deed. En die deed het goed omdat het ging daar om kennis en niet om winst. Winst vloeide er uiteindelijk wel uit voort. En het ging om het stimuleren van creativiteit. Om het vrijheid geven aan wetenschappers. En wij in Nederland hebben toch gauw het idee dat het allemaal controleerbaar, beheersbaar, voor een dubbeltje op de eerste rang geregeld kan direct worden. Direct richting de winst.
Ja. Ja. Meneer Blom, u heeft dit jaar met uw bank wat moeten afschrijven op uw investeringen, de biomassa onder andere. Is dat dan misschien een vorm van subsidies in de innovatie die aan de ene kant kunnen lukken in andere sectoren en aan de andere kant kunnen mislukken in die duurzame energie, ja, biomassa? Kijk, als banken nooit iets zouden afschrijven op reële financiering die ze doen, dan zijn ze te risicomijdend. Je kan te veel risico nemen, maar je kan ook te risicomijdend zijn. Dus in sectoren waar we instappen, en de biomassa is een relatief nieuwe technologie, met hele kleine markten nog, die heel volatiel zijn. Daar hebben wij een zeker risico genomen en daar hebben we ook een zekere prijs voor betaald. Maar dat is onderdeel van je functie als bank zijn, dat je dat probeert, daarvan leert, niet zegt we doen het niet meer, maar daarvan leert en dan zo'n sector verder helpt ontwikkelen. Heeft u nog een paar andere groeibriljantjes die u met ons kunt delen, waarvan u zegt, nou, de komende 5 jaar deze sector binnen de duurzame economie, energie, hebben wij wat meer in geïnvesteerd, omdat we daar heel veel vertrouwen in hebben dat daar de komende 5 jaar iets uit gaat rollen? Nou, ik denk waar nog een hele vraag ligt in hoe we de bebouwde omgeving, hoe we daarmee omgaan. In de hele onze kantorenmarkt. De hele energie, ja, en ook woningen. De hele energievraagstuk is het meest efficiënt en rendabel in besparing. Dus duurzame energie is goed, maar besparing is beter. En ik vind, daar zitten we nog te weinig met elkaar naar te kijken van hoe kunnen we de huizen die we nu bouwen en de renovaties die plegen, hoe kunnen we huizen maken die geen energie meer vragen bijvoorbeeld. En daar ligt nog een heel investeringsprogramma wat mij betreft, waar we verder in kunnen. Dus dat is er één. De verduurzaming van de hele voedselsector. Ik denk dat de landbouw echt aan een enorme uitputtingsslag bezig is. Wat is een betere manier om ons voedsel te produceren? Betere kwaliteit. Kwaliteit is echt slecht. Wat denkt u dat een betere manier is voor de landbouw? Ik denk de landbouw is ook iets wat je met natuur doet. Dus ik geloof in duurzamere vormen van landbouw. Ik geloof ook in wat kleinschalige vormen van landbouw. Omdat landbouw niet alleen maar de functie heeft van voedselproductie, maar ook van landschapsproductie, gezondheidsproductie. Ja. Nou, multifunctionaliteit is daar belangrijk. Daar zouden we veel meer mee kunnen doen. En wat we nu doen is een paar grootschalige bedrijven die met piepkleine marges werken. En veel import hebben van soja en veel mest hier laten vallen en weer veel vlees weer exporteren. Is een ongezonde sector, moeten we echt omvormen. En in de praktijk, hoe ziet u dat voor zich? Want ja, we hebben inderdaad grote landbouwbedrijven in Nederland. Hoe zou dat gewoon zich moeten omvormen? Nou, daar zie je nu typisch iets waar je kennis en innovatie, we hebben Wageningen, als je die veel meer nog zou inzetten op duurzaamheid en dat weer als exportproduct naar andere landen zou kunnen laten zien wat wij hier in Nederland kunnen, dan zou dat absoluut een enorme verbetering zijn. Dus met innovatie zouden wij de landbouw efficiënter kunnen maken en duurzamer? Ja, dat gaat samen. Okay. Mevrouw Sent, deze innovaties die vanuit het bedrijfsleven komen, is dat ook een trend die we kunnen constateren? Langzamerhand zie je inderdaad goede initiatieven. Ik wil ook graag aandacht vragen voor de rol van de consument in deze. Bewustzijn. Het probleem is dat we, velen van ons, het allemaal wel goed bedoelen, maar uiteindelijk toch ook gewoontedieren zijn die naar de kiloknallers grijpen en aan oude patronen vasthouden.
En een van mijn oud-docenten hier aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn haar naam is? Henriette Prast, die nu aan de Universiteit van Tilburg verbonden is. Die is hier ook als te gast geweest. Hier ook is, die heeft een heel mooi idee geopperd. Eigenlijk zou je op openbare gelegenheden bij diners gewoon standaard vegetarisch eten moeten krijgen. Tenzij je aangeeft dat je vlees wil eten. Dus keuzevrijheid moet er zijn. Maar de default optie zou de optie moeten zijn die gezond is voor... Donorcodice waarbij je automatisch ja zegt. Precies, ja. Je bent donor tenzij, je trouwt op huwelijkse voorwaarden tenzij. Ja. En de slogan die zij had was carnivore, geef het door. En dan ook weer een mooie koppeling terug naar de financiële sector. De financiële sector wil dienstbaar zijn aan de klant. Maar heeft een beeld van de klant als zou die een homo economicus zijn die cool en calculerend optimaal gebruik maakt. Of de financiële sector maakt vaak misbruik van de onwetendheid van de klant. Hoe kun je nou die begrensde rationaliteit van die klant in goede banen leiden? Door het inrichten van default opties. Iedereen krijgt standaard een annuïteitenhypotheek, vaste rente, looptijd van 30 jaar 22 aangeboden. 22 economen die daarvoor pleiten afgelopen week. Nee, dat was de hypotheekrenteaftrek. Maar er zat een stukje in annuïteithypotheek naar Deens model. Maar ja, precies. Goed. Dat zou de terugvaloptie moeten zijn. Tenzij je keuzevrijheid moet er blijven. Tenzij je aangeeft, ik wil er graag van afwijken en ik ben bereid om extra risico te nemen. Dan moet je heel erg goed ingelicht worden over die risico's. En dan zijn die risico's ook voor eigen rekening. De consument moet dus begeleid worden om de goede keuzes te maken. Absoluut, economie is emotie. Als je ons je kunt ons onderscheiden in maximizers en satisficers. 20% is maximizer, dat is de homo economicus die optimaal gebruik maakt van alles. 80% is satisficer, gebruikt vuistregels, doet wat de buurman doet, wat in het verleden heeft gewerkt. Denk niet diep na over dat soort dingen. En het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben hoe je dat in goede banen kunt leiden. En van bovenaf moet er dus bepaald worden hoe wij onze keuzes beter kunnen maken. Maar nog steeds is er keuzevrijheid. Okay, gaan we. Je mag er van afstappen. Je kunt niet verplicht worden om een bepaalde keuze te maken. Maar er kan wel worden aangegeven. Dit is een redelijk veilige keuze en je mag er van afwijken. Maar dat zijn de risico's voor jezelf. Goed. We hebben ongeveer in het afgelopen uur gezien dat eigenlijk de consument nog wel wat bewuster mag zijn. De politiek zou af en toe wat... wat makkelijker zijn regels kunnen opstellen en wat beter het speelveld kunnen bepalen. De financiële sector mag ook buiten de crisis eigenlijk nog wel kritisch op zichzelf blijven. Bij de wetenschap zit het, en zeker bij onze studenten op de UvA, zowel als op de Radboud Universiteit, wordt er hard aan gewerkt. De oplossingen voor de financiële wereld komen vanuit het Sustainable Finance Lab. Hoe gaat dat nu verder? We zijn met een aantal onderzoeksprojecten hebben we uitgezet, hebben we ook financiering voor gekregen. Er komen weer een aantal publieksbijeenkomsten. We zijn in gesprek met partners uit de financiële sector. Dus met heel erg veel energie worden er bruggen gebouwd. En blijven we maar roepen dat er hele slimme manieren zijn om de oorzaken van de crisis aan te pakken. En dat dat vooral niet vergeten moet worden. En Triodos blijft daarbij betrokken? Absoluut. Wij vinden dat Triodos Bank is niet alleen voor zichzelf opgericht. Maar wil een referentie zijn en wil ook dat maatschappelijke debat stimuleren. Dus in die zin is het private van een bank die het gewoon een goede bank wil zijn, gaat wat ons betreft wat verder en is er ook een publieke rol. En dat is dat Sustainable Finance Lab, zorgen dat die discussie verder gaat. Heeft u er hoop in dat we het kapitalisme 3.0 gaan bereiken? Ja, ik denk als het niet goed schiks gaat, kwaad schiks. We komen aan grenzen waardoor het toch anders moet. Dus het is altijd handiger om het goedschiks te doen, is mijn ervaring. Een lastige vraag. Welke termijn denkt u dan? Ik denk in de komende 10-20 jaar. Ja, ik vind 5-10 jaar te kort, maar 10-20 jaar gaan er wel dingen echt veranderen. Daar gaan ook een aantal, gaan er ook wat betreft het milieu en duurzaamheid, door een aantal bodems gaan we zakken. Okay. Grondstoffen, dus grondstoffen die er niet meer zijn, dat is nog belangrijker dan CO2. En stijging van zeewater, maar grondstoffen gaan beperkt worden. Zo zijn er een aantal zaken die ons gaan opspelen. Voedseltekorten
wordt ook wel verwacht in combinatie met watertekorten. Dus er zijn een aantal grenzen die er komen. Die hebben ook weer sociale gevolgen. Die willen we dan ook met elkaar niet, want dan schrikken we ons geweldig dood van wat gebeurt er. Dus u verwacht dat we in de komende 20 jaar ook kwaadschiks met de neus op de feiten gedrukt worden. En ik waar we genoodzaakt zijn om... Absoluut. En het zal wel een combinatie zijn. Ik geloof erg in dat de nieuwe generatie dat beter aanvoelt en snapt. Maar er zullen ook nog een aantal echt crisissen moeten komen om dat bewustzijn te wekken. Ter afsluiting, wij zeggen zelf dat Twan Huis van College Tour een beetje van ons heeft gejat. U zit hier voor een groep studenten. En even denkbeeldig, ze studeren allemaal over een jaar af. Waar moeten ze zich komend jaar, in dat ene jaar, nou nog ontzettend op gaan focussen om zo meteen voor de rest van hun werkende leven volledig klaar te zijn voor die arbeidsmarkt? Meneer Blom. Nou, ik zou, als ik hier studeerde en ik wil later in een bedrijf werken of in een beleidsfunctie, zou ik me richten op die bredere definitie van economie. Kapitalisme 3.0. En